Hi allemaal, welkom bij weer een nieuwe Content Talk. Ik heb weer een volgende tip voor jullie. En vandaag wordt een hele leuke, ja, spannende en belangrijke. Want vandaag gaan we licht, kleur, contrast, verzadiging. We gaan eigenlijk alles bewerken. En dat is het afstellen van je foto. Wees wel heel voorzichtig, want het is heel, heel makkelijk gebeurd. Heel snel gebeurt eigenlijk. Dat je foto net even, net iets te ver gefotoshopt is. En dat hij niet echt meer lijkt. Laten we maar gewoon even gaan kijken hoe dat werkt. Dus we gaan weer naar Snapseed. Ik kies Snapseed. Ik neem hem gewoon weer met jullie door. Kijken of jullie hem nog weten. Ik kies een foto uit mijn albums. Dan de favorieten. Zoek ik er een foto bij die hier staat. En die ga ik eerst even snijden. Ik snij hem bij, eigenlijk altijd. En ik wil nu niet die vierkante uitsneden hebben. Ik vind dit een mooie foto om hem net wat langwerpiger te hebben. Zo is die ook gemaakt. Dus ik kan eigenlijk ervoor kiezen om het origineel van de foto te gebruiken en hem dan net even wat bij te snijden. We halen het stukje duim eraf waar geen nagel op zit. Zo. En de onderste nagel hoeft er niet helemaal op te staan. Dan kies ik op selecteer. Ik heb iets ruimte aan de zijkant over. Die wil ik het liefst ook nog even weg hebben. Het is iets gemakkelijker om dat met vrij te doen. En nu staat hij mooi gecentreerd. Het is dus ook niet altijd nodig om vijf nagels te fotograferen. Wat ik nu ga doen is naar afstellen. Ik ga naar Tools. Ik kies afstellen. Die zien jullie links bovenaan staan. De allerbelangrijkste. Dan zien jullie dat ik kan gaan voor een snelle bewerking. Dan past hij hem iets aan. Dan wordt de huid iets meer, iets zachter. Maar die wil ik niet. Dus ik haal hem gelijk weg. Ik kies voor dit, wat is het eigenlijk? Het is net een mengpaneeltje. En als ik daarop druk, zien jullie dat er allerlei dingen tevoorschijn komen die je kunt gebruiken. Nou, ik druk hem in en ik kies eerst eens van boven naar beneden voor helderheid. Helderheid staat nu op het midden ongeveer en ik kan hem dus scherper maken, de foto, of helderder. Maar ik kan hem ook iets meer schaduw aanbrengen. Dat is eigenlijk precies wat je mooi vindt, wat je wil bereiken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf altijd kies voor net iets helderder. Dat is ook een stijl die je jezelf aanleert. Ik vind het altijd wel mooi. Dus daarna kies ik een vinkje. En heb ik in principe mijn foto helderder gemaakt. Als je meerdere bewerkingen achter elkaar wilt uitvoeren, toets je nog een keer op het afstellen. En kun je door je vinger op de foto te houden en gewoon naar boven en naar beneden te bewegen, eigenlijk alles afwerken, om zo maar te zeggen. Contrast. Ik gebruik het niet, maar zie maar wat er gebeurt als ik weinig contrast heb. En dit is wat er gebeurt als ik veel contrast heb in een foto. Daar doe ik zelf verder niks mee, maar je zou hem iets lager kunnen zetten. Als ik met mijn vinger over het scherm heen tik, kom ik eigenlijk meteen bij de volgende. Verzadiging is kleur. Dan haal je het rood een beetje uit de nagel. En ik vind het mooi. Ik hou van wat koelere foto's, dus ik haal de verzadiging er altijd iets uit. De volgende is sfeer. En met sfeer is een spel van schaduwen en licht. En daar kun je ook mee spelen. Als ik hem helemaal naar beneden zet, krijg ik heel veel licht en heel veel schaduw. Als ik hem helemaal naar boven zet, wordt het een stuk vlakker. Daaronder natuurlijk de lichten, hooglicht. Overbelichting kun je er daar op die manier uithalen. Datzelfde kun je ook met schaduw doen. Dus schaduwen worden meer schaduw. Schaduwen zijn eruit. En dan hebben we ook nog aan het eind warmte. En daardoor kan je een vintage look eigenlijk aan je foto's geven. Maar je kunt ook zeggen, als iemand hele bleke hand heeft, kun je daar een klein beetje warmte in brengen. Of andersom natuurlijk. Als je klaar bent, kies je het vinkje om de foto te bewaren. Nou, dat was natuurlijk een hele riedel. Ik denk wel een van de belangrijkste dingen die jij kunt doen bij het photoshoppen. Wat je doet op Snapseed. Gebruik alles maar een heel klein beetje, vergelijk het goed en neem even je tijd om voor jou de mooiste instelling te vinden. Heel veel succes met het nu echt bewerken van de foto's. Tot volgende week. Doei!